die babbage energy. Studeert er iemand nog? Ik zit op school. Ik zit in middelbaar. Hey, middelbaar. Ah ja, oké. Okay, ja, dan is het je echt wel serieus op school. Ja. Want je zegt, ja, nu naar school. Ja, hey, dat is niet ook een feit. Ik ben al heel het jaar niet gegaan. Ik ben misschien één keer naar school geweest. Het doet ze BSO, hè? Nee, ik zit echt in een goede richting. KSO. Op ASO-niveau. KSO op ASO-niveau. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Daar, dames en heren, hallo iedereen. Voor de verandering zit ik in de back. De reden zal straks gewoon bekendgemaakt worden, omdat ik met twee dames zit die heel moeilijk doen over de setup. Zijn jullie zeker van deze van die setup? Ja, ik wel. Jij wel, jij bent echt vastberaden, ik hè? Jij weet wie ik ben, toch? Maar kijk, dat plakt op elkaar zo. Maar dat plakt niet op elkaar. We willen zo naast elkaar zijn. Wat zegt jij? Jij luistert gewoon naar haar. Je moet niet altijd naar haar luisteren. Nee, ik heb gewoon geen zin om achter te zitten. En zij ook niet, dus we zijn zo, ja. Willen jullie van voren zitten? En wilt er eentje hier... Nee, fuck, ik ga achterin. Ik loef. Maar goed, ja, nieuwe Church Questions. Deze keer ben ik met Martika en Metuka, ja. We zijn hier vandaag, Serokaans, Mechelen. Serokaans. Ah, waarom geef jij zoveel details? Don't expose me. Maar de zaken gaan goed. Alles gaat goed. Ja, rustig. Iedereen is gezond, geen corona. Nee, geen corona. Thank God. Ah, ja, ook. Nee, ik ben fit. Ik heb me laten testen anderhalve week geleden. Oh, ik ook. Warm lichtje. Echt waar? Ze hebben dat echt laten doen. Ja, dat is echt vies. Ah. En je neus zo, hè? Het is positief. Nee, ik per direct deze deur. Die deur ging open, die gewoon echt eruit. Church Questions. Jullie weten, jullie kunnen het concept. Ik heb een paar vragen voor deze dames hier. En zij gaan op een zo goed mogelijke manier proberen te antwoorden. Without any further ado, let's get into it. Alright. Hoe kennen jullie elkaar, dames? The gram. Social media. Ja, social media. Geef eens een beetje meer details. Of course. Ongeveer een jaar geleden. Dus ik denk dat mijn song uitkwam juist. Ik was nieuw in België, yes, toch? Ja, ik was nieuw in België. Welk song? Wasting Time. Ja. Dat was die periode al. Ja. Dus mijn song kwam uit. 2 jaar geleden, denk ik. Oh my god, ja. En dus ze had mij gevolgd, ik heb haar teruggevolgd. En toen zag ik haar pagina, ik zo, wow, ze is echt hard, ze is lit, she pretty. Dus ik had gewoon geslijt. Ik zei ze van, oh my god, je bent echt hard. Ja, snap je, we waren gewoon love aan show aan elkaar. Ja, en ik zei ze van, let's work together. Zij was inderdaad down en uiteindelijk er was niks van gekomen. Nee, we waren lacking. Ja, we waren lacking. Mm-hmm. En toen, ik zag ze was zo terug echt keihard bezig nu met muziek. En ik had dat gezien en ik zo, oké, girl, we moeten echt iets samen doen, ik heb een idee. Let's link up. En een maand geleden hebben we elkaar voor het eerst gezien. Misschien een vraagje die jullie individueel moeten beantwoorden. Hoe zouden jullie elkaar omschrijven? Ik denk als ik Martika moet omschrijven. Ja. Ze is zo lief. Maar echt zo lief. Je mag de waarheid vertellen. Nee, luister. Ik ben niet... Toeka is niet op cap. Martika, zij is zo lief. Ja. Maar daardoor voel ik mij gemeen soms naast haar. Snap je? Ja. Ik ben zo... Come on, girl. Soms moet je gewoon hard zijn. Soms moet je gewoon straight tegen mensen zeggen... Klopt. Get the fuck, shut the fuck up, bitch. Snap je? Gewoon... Tell him straight. Maar voor de rest is echt... Boss, bitch. Hardwerkend. Mm-hmm. 3 jobs, zomaar. Shit. Ja, ze is echt op their money. Echt waar. Ik heb veel respect voor Martika. Ik loop met Toeka gewoon... Ten eerste, ze is zo jong, maar zo gedreven. Yeah. En ook super, super, super lief. Ook al is ze zo echt zo die bad bitch, maar ze heeft echt zo van die attitude. En ik loop dat zij toch zo jong is, maar ze is ook echt op haar shit. Zij weet wat zij wil. Dus wat dom. With her. Mm. Ze pult af met een Rambo. That's why. We doen niet aan violence. Don't fuck with her. Wat is iets dat jullie van elkaar niet kunnen verdragen? Iets dat jullie zeg maar haten aan elkaar? Ik heb niet echt iets wat ik van Metuka haat. Ik weet niet. Sinds dag 1 hadden we echt zo'n diepe connectie. Ja, ik weet niet. Misschien moeten we nog meer tijd met elkaar om. Dat kan zijn, maar ik heb momenteel niet echt iets. Ja, ik ook niet speciaal. Behalve dat je gewoon soms niet lief moet doen tegen mensen. Soms moet je gewoon gemeen doen, dat is al. Maar wat bedoelt je dan met zo, ze moet soms gemeen zijn tegen mensen? Laat ze echt de mensen over zich lopen? Nee, dat niet. Als het echt op welk zo... vlak bijvoorbeeld? Ik vind gewoon zo... Ik hou echt niet van small talk of zo. Als het niet over business gaat, hoef ik jou niet te spreken. En dat is wat, zo... Ik heb dat toch in je bio gezet? Jij no flirt DM's. Ja, maar daar gaat het niet over. Ja. Nee, het is zo in real life. Ik vind je bent zo... Ja, man. Soms gewoon cut the small talk. Straight to business. Ik ben zo als iemand zo... Ik weet niet, ik laat hem gewoon praten. Snap je? Als ik weet van, oké,
je gaat niks betekenen voor mijn leven. Ik laat je gewoon praten, ik doe je ding. Ik weet dat tijd voor is gewoon. Alleen. Ja, ik voel. Maar ik snap jou, ik snap jou ook. In de businesswereld, zeg maar, ook bijvoorbeeld jullie muziekindustrie en zo. Tijd is super, super kostbaar. Dus inderdaad, als, je moet gewoon direct kunnen distancieren van oké, ja, dit is business of dit is helemaal geen business. Ja, dan sowieso. Moet je weten hoeveel tijd je aan wat besteedt natuurlijk. Yeah. Time is money. Wij zijn les van toekomst. Wat is het eerste dat jullie gaan doen na de coronamaatregelen? Dus als alles weer aan de kant is, wat is het eerste dat jullie zeggen van oké, ja, dit kunnen we nu niet doen, maar dat wil ik wel echt doen later? We doen alles niet. Nee. Respect de maatregelen. Ja, echt ik ben net 18 geworden en ik ben nog nooit naar een club gegaan. Ik wil echt naar een fucking club gaan zodra corona voorbij is. En heb je al eentje op het oog? Ik denk niet in Antwerpen. Ik denk Antwerpen is een beetje Nederland, droog. Hè? Nee, zo Brussel of zo. Okay. Maar ik ben nog nooit in Brussel naar een club geweest, maar ik weet niet, man. Dus zo. I don't know, I don't fuck with clubs and shit. Hè? Specifieke reden voor? Ja, je voelt je dan toch zo moe de volgende dag. En... Maar ik vind dat niet leuk. Nee. En meestal is het voor een geldverspilling. Het CRM is al eigenlijk, Tuka. No. Echt waar, ik investeer liever nu, want ik woon alleen. Dus ik investeer liever in een appartement, dat mijn appartement echt mooi is, dat ik goed woon, dan een auto. Okay. Echt waar, oprecht. Dat kan erna wel volgen. Ja. Martien. Kijk, ik ben vorige week had ik een rijexamen dus eindelijk. Dus ik had vorige week rijexamen. En dus je krijgt toch altijd zo 2 uur les voor de rijexamen. En ik was zo aan het rijden. En opeens die leerkracht zegt, ja, ik denk niet dat het een goed idee is dat je op examen gaat. Omdat ik ging altijd zo door het... Ja, nee, niet echt door het rode, maar snap je, ik stopte bij geen enkel zebrapad, terwijl er mensen stonden en zo. Ik reed gewoon door, ik had voorrang overal. Dus die zeiden van, ja, misschien moet je volgende week... We gaan nog eventjes laten horen. Misschien een beetje nog een toertje rijden. Waarom is dat die vraag goed? Bon, jullie laatste liedje natuurlijk. Bad Bitch Anthem? Is het Bad Bitch Anthem? Boss Bitch Anthem? Bad Bitch Anthem. In de lucht voor die Bad Bitch Anthem. Buk voor die Bad Bitch Anthem. Beneden en druk voor die... Gooi je handen in de lucht. Oké. Als je die lyrics een beetje hoort, als je zo, zeg maar, de sfeer van dat liedje en zo hoort, is er plaats voor een man in jullie leven? Momenteel niet, nee. Bij mij ook echt niet. Oprecht, ik ben eventjes echt, ik wil even op muziek focussen gewoon. En je voelt niet dat er zo ergens zo, snap je, liefde, een beetje affectie. Hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie dat echt niet nodig? Gewoon echt niet? Nee. Ik wel. Like, I need some loving sometimes. En hoe doet je dat dan? Nee, ja, het ding is... Oh my god! Echt off guard. Nee, het ding is, ik kom nog maar... Ik had een lange relatie. Hoe en die is nog maar net uit. Hoe lang is het lang? Een jaar, anderhalf jaar? 3 jaar. 3 jaar? Wacht, je bent 18? 3 jaar? Ja. Je bent 15? Ja. Wauw. I know. Dus je hebt nu eigenlijk als ik het goed begrijp, wilt jij nu even niet meer terug in een relatie gaan? Ja, ik wil gewoon even chillen. Jij wilt gewoon chillen? Yeah. Ja. Tika. Ik zie je al kijken. Sowieso. Sowieso die vraag komt naar jou. Ik MTD. Wat is het? Mag dat het wat? Tika is op cam. Tika is op cam. Ja. Waarom? Ja, maar MTD. MTD. Shit. Gang. Ja. Dat is het enigste wat ik hierover te zeggen heb. Dat is wel echt recht, hè? Dat moeten we respecteren. Zwijgen. Nee. Let's move on. Maar dus jullie zijn niet op relaties nu? We zijn no. Ja, relaties is nu wel een feit. Er gaat veel tijd in, hè? Ja. En die tijd kan je energy, natuurlijk... aandacht, alles, ja. Klopt. Goed. Binnen 2 jaartjes. Binnen 2 jaar? Ja, dat mag. Hoe oud ben je eigenlijk nu? 23. Nog steeds, ja. 2 jaar. Nog steeds. Kies nog steeds. Dat doet je. Binnen 2 jaar is 25. Is dat de juiste leeftijd om te settelen? Ja. Ja, ik vertel het wel. 26, 27. Wauw! Maar moet je settelen of moet jij aan kinderen beginnen? Ja, aan kinderen. Ah, oké. 27, 28 is wel perfect. Maar is dat dan eigenlijk ook als er... Want ik vond hetzelfde dat jullie guys hebben in jullie DM's. We hebben dezelfde guys. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, die sturen naar mij. En die sturen naar Tuka at the same time. Oh my god. Like, what the fuck? Like, what? We hebben dat door, hè? Yeah. Are y'all dumb? Ja, ik zweer het u. Jonge delen of zo, dat zit er sowieso niet in, hè, voor jullie. Ja.
We don't do that shit. No. Die chicks zijn sowieso, ik snap die boys niet. Je moet sowieso een beetje research doen als je ziet, die chicks hebben een fucking clip samen. Sowieso communiceren. En wij delen elkaar elke dag. We zijn de hele tijd samen en dan verwacht je, ik weet niet man. Van waar hebben jullie de inspiratie gehaald om BBA te maken? Van elkaar. Ik keek naar haar, zo bad bitch, en zij keek naar mij. Ze dacht een bad bitch. En toen dachten we, oké, dit is gewoon de bad bitch anthem, toch? Ja, ik zweer. Wij kwamen samen en er was echt gewoon zo bad bitch energy in de room. Why is een bad bitch? Ik weet niet hoe dat bij jou zit en zo. Mm-hmm. Maar voor mij een bad bitch is echt zo iemand die echt op zijn money is, die ook een baddie is. Wat is een baddie dan? Een baddie is gewoon als je cute bent. Ja, maar niet is zo felle. Maar gewoon als je... Baddie is cool. En wat is cute? It's all about the confidence. Ja, it's all about confidence, inderdaad. En gewoon hoe je gedraagt. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, ik denk dat die confidence een belangrijk aspect is. Iedereen kan een baddie zijn. Big, small, fat, thin. Exactly. Thick, thin. Ja, you're right. Thick, you're right. Yeah, man. Je keken naar elkaar en dan zeiden van, actually kind of feel this, misschien zouden we dat dan... Of ja, wie is met ideeën komen, hoe is dat een beetje verlopen? Ja, wat ik ben al vergeten. Ik had u gestuurd omdat ik zo'n idee had dat wij zo elkaar gingen bodyslammen. Yes. Ik wil altijd zo met een meisje een videoclip maken dat wij zo aan het vechten zijn in de clip. Zo echt zo een beetje kung fu vibes. Yeah. En omdat ze ook zo'n beetje zo van die rapper is en zo ook, ik weet niet, wij hadden zo meteen zo'n beetje twin vibes van elkaar. Ik dacht, oké, dat is echt wel perfect om het daar te doen. Dus ik had haar gestuurd van, yo, let's do this. En zij was, ik dacht zo eerst van, misschien gaat ze dat niet leuk vinden, omdat dat zo, ik weet niet, zo'n beetje extreem is. Zo. Ja. Maar zij was echt zo direct van, kijk cool, let's do this. Volgende dag, ze stond bij mijn deur. We gingen op dezelfde dag nog locatie zoeken. Ja. Dus we hebben de locatie al gevonden. We hadden de outfits al gevonden. Ja, echt letterlijk. Like, damn, we waren echt zo motivated om met elkaar te werken, dus dat ging echt zo makkelijk. Dat is wel nice. Als die energie van beide kanten komt, dan kun je echt... En dat is echt zo moeilijk, want ik heb wel toch wel met anders geprobeerd. Of dat is echt moeilijk om met de juiste persoon samen te werken. Nee, met de juiste persoon samenwerken is juist makkelijk, maar ik bedoel, bijvoorbeeld werken met iemand die de vibe niet voelt en zo, exact. Dan kan het echt wel stroef lopen. Iemand die op dezelfde energie is. Ja, klopt. Een beetje energie. Dat is okay. Misschien eerst over jullie Bad Bitch Anthem liedje. Ja. Wat is daar het doel van? Of wat proberen jullie te bereiken? Ik hoop dat als mensen die muziek gaan luisteren, vooral de Bad Bitches, dat je er gewoon echt letterlijk op viben. Gewoon want als wij die track afspelen, we zijn samen, we gaan echt... dit is gewoon de bedoeling. Ja, gewoon viben, shake that ass. Yeah, make it clap. I like that. Dus het is niet, sowieso niet te veel. Ja, maar dus niet te veel diepgang of zo erin. Het is echt gewoon puur let's vibe. Dit is gewoon vibe, Meer over jullie twee als groep zijnde. Wil je echt een groep zijn blijven? Of denken jullie van, solo wil ik toch wel ook iets voor mezelf doen in CC en zo? Ja, sowieso. Wij zijn geen groep. Ja. Wij zijn gewoon artiesten die graag met elkaar collaben. Want solo, voor mij solo is de optie. En voor haar, wij zijn zo'n andere stijl van muziek. Dat gaat gewoon niet. We kunnen sowieso samen veel projecten samen doen, dingen doen. Mm-hmm. Gewoon ook omdat onze namen zo Martika met Toeken, gewoon elkaar, dat ook Tika en Toeken, dat is zo, ik weet niet. Dus we kunnen altijd zo project on the side samen maken. Mensen, jullie weten of weten niet, ik denk wel dat een groot deel van de mensen dat weten, dat er een beef was. Er was een beef tussen deze twee dames. In hoeverre dat die beef echt was, daar gaan we nu achterkomen. Voor iemand die zeg maar niet goed weet wat er is gebeurd, leg eens uit wat er is gebeurd. Ze was gewoon een bitch. ze was gewoon een bitch. Stoere gedrag. Ja, stoere gedrag op Insta, op Snap. Nee, jij moest aangepakt worden. Ja, little bitch, I gotta put her in a place. Maar wacht, was dat echt dan? Of was dat niet echt? Want veel mensen kwamen ook naar mij van, had je dat gezien? Want ik had je gestuurd. Ik zei van, wat is er gaande? Is er beef of zo? Want soms als er beef is, ik ben daar. Dus mensen zeiden, had je dat gezien? Ik zei van, maar ik weet niet of dat echt is. Was dat dan echt? Ja. Maar het is gesetteld. Ja, gewoon... we hebben de beef gesquashed. Want het is echt super kinderachtig. Maar wat is er gebeurd? Waarom was het tot een puntje gekomen waar jullie... Kijk, het was... We begonnen... Miscommunicatie. Kijk,
kijk, het begon zo. Het begon rustig met. Zij begon een beetje shade te gooien. Met een reden. Ja, wat was de reden dan? You was trash talking about me. Zij was trash talking about me bij iemand anders en ik heb het gehoord. In de plaats van. Hey, kom op, man. Ik heb gewoon. Ik heb gezegd dat Martika niet te vertrouwen is na informatie die ik heb gehoord. Maar dat is niet waar, want ik heb totaal niet iets gezegd. Dus jij gaat gewoon meteen conclusies trekken. Ja, en dan ga je in de Luister. Ik heb pas shit op Insta gegooid toen jij shit op Insta ging gooien. Ik heb het niet gegooid. Ja, en ik ook niet daar. Jawel, maar ik heb het wel eerst gegooid. Bruh, ik kan letterlijk nu naar mijn verhaal. Ze is op cap. Cap, waar is die cap? Waar is jouw telefoon? Waar is jouw telefoon? Fuck die ass, bitch. Nee, echt waar. Pak jouw telefoon. Pak jouw telefoon. We gaan nu bewijzen bellen. Ik haat als mensen liegen op mijn naam. Ik fucking lieg niet. Ik zeg altijd straight wat ik zeg. Kijk wat hij heeft gezegd. Ga naar jouw verhalen, we gaan zien wie het allereerste iets heeft geplaatst, ja? Want ik weet 100% dat ik pas shit heb gegooid naar jou. Je hebt eerst shit gegooid. Ik heb pas shit gegooid naar jou. Oké, we gaan dan nu kijken. Het 14 oktober of zo. Die kaas op cap. Nu ben ik benieuwd. Toen kaas op cap. Wacht, hoe dan? Oh shit, ik ben al te ver. Ah ja, hier. Dit is het allereerste dat ik heb geplaatst. 26 september. Wat heb je gezegd? Ik zei, Tuka dit, Tuka dat, haal mijn naam uit je mond. Dat is niet eens zo shady naar jou toe. En heb jij geen tag erin of zo? Ik gooi er gewoon een random zin. She's so fake that if you look behind her neck, I bet it says made in China. Maar kijk eens. Ja, nee, maar je hebt ook op snap gegooid. Stop. Kom kijken. Ja. 12 uur 26, doe je hand weg? 12 uur 26, bij mij pas om en 1 in uur. En Snapchat dus, kan je? Ja, die is op cap. Oh my god. Maar dat ging niet eens over u, dit. Nee, maar screenshot en dan ga ik dat erin. Ja, she's so fake. Made in China. Maar waarom voelde je je zo aangesproken dan? Bruh, omdat ik net allemaal slechte shit heb gehoord die je hebt gezegd. Maar wat zijn gezicht dan? Wat is dat? Wat is dat ik gewoon... heb gewoon een random quote gezet. Wat is die shit die je zei? Ja, ze heeft shit gezegd. Ik zeg zo, she's so fake that if you look behind her neck, it says made in China. En zij voelde zich aangesproken. Nee, luister. Maar ik waarom weet zei jij, want jij zei, ja, maar okay, jij is niet te vertrouwen naar informatie, et cetera. Yeah. Wat betekent dat? Ik kan dat niet uitleggen, want anders expose ik. En meerdere mensen. Maar het gaat er gewoon over, het was iets dat alleen Martika wist. Dus I don't know hoe die shit rond kon gaan. That's all I'm saying. En daarom vertrouwde ik haar niet. En dus daarna kwam dan dat gevecht daar. Dat jij hebt gezien. Nee, hebt, want zij heeft mij helemaal... Wanneer was dat dan? Kijk, die fight? Ze had mij zo... Echt, erge so foto's. Rich. Ze had bijna naaktfoto's van mij gepost. Kijk deze dan. Oh, wat? Nudes en shit? Ja, geen nudes, maar een bikinifoto. En zo leek het alsof dat echt een slechte foto was. Maar ik was gewoon een bikinifoto. Ik zat gewoon op het strand. Ja, maar ik zei niks. Mensen hebben daar en jij had gemaakt. En jij zei van, pas op of ik ga die shit leaken ofzo. Ik had die shit gewoon gedropt. Ze had dat gewoon gedropt op haar verhaal. Waarom doet je dat? Maar omdat dat is amper erg. Dat is gewoon een bikinifoto. Dat boeit toch niet? En dan die beschrijving erbij. En toen was ik... Toen was mijn hoofd heet. Als je shady doet tegen mij, pak ik je dubbel terug. Maar jij deed ook shady. Want ik had ook shit gehoord over jou. Dat jij tegen iemand anders zei. Deze wief kan door blijven gaan. Maar bon, oké. Daarna, we waren zo van, let's settle this bitch. Let's pull up dan, grote man. Ze pulled up. Dus jij zei, oké, weet je wat, we gaan stoppen met praten. Let's gewoon regelen. Ja, bitch. Ja. Ja. En dus dat zijn deze video's die ik heb. Is dat dat? Ja. Maar. Wacht. Dus de video's die pull-up, dat zijn de video's die ik nu ga laten zien. Dus, in die video's. Zij komt daarna. Oké, ik heb haar... Je hebt zelf gefilmd. Ja. Je hebt haar gefilmd achter de hoek. Sneaky. Ja. We gaan die persoon zijn naam niet droppen, want... Let's keep it private. It's between us. Maar bon, ik heb haar klappen gegeven dus. Alsjeblieft, niemand gaat dat geloven. Nee, op die vlak, ik ben wel straight. Straight? Ik kan vechten. Waar is die ik kan cap? Fucking vechten. Waar is die cap? Bitch. Waar is die cap? Waar is die cap? Bitch. Laat die video's Oké, kom, we gaan vechten dan. Kom dan. Oh. We gaan een beetje
laten zien wie wat heeft. Ik heb zelfs video's waar ik haar echt letterlijk pak. Ja, maar okay, maar nee, dat je wacht zo van, ah nee, ik wil dat niet dat nee, je dat deelt. Want, dat is, want dan ziet iedereen hoe zwaar ik zo je gepakt word. Je bent op lies. Je bent op lies. Laat me die berichten zien waar ik zal de video laten zien waar je gepakt wordt. Laat de video zien. Oké, ik stuur die door naar hem. Oké, en laat die berichten zien waar ik zeg, niet plaatsen, ik ben bang. Oké. Ik bang ben ik op die vlak, ik ben echt een bitch, I'm scared of no one. En dan zeg ik, Flissing gang. Flissing man. Borja Rocco. Hey, 21 jaar. Oh, jij je baan. Expose yourself, don't expose yourself. Kom dan. Kom, ik heb van niemand schrik, kom maar. Wauw. Dus als ik het goed begrijp, de beef was echt. Ja. Het was echt. Maar je bent niet tegen mij aan het zeven, hè? Nee. Oké. Okay. Ja? Weet je, want shit mensen app? Zeiden, want ik heb aan mensen gevraagd van ja, ik ga met de Tuka en Tika in de auto zitten. Stuur een paar vragen. En zij gingen ervan uit dat die beef fake was, snap je? Mm. Dus daarna ging ik zeggen van ja, oké, okay, wat vinden jullie van het feit en de gedachte dat sommige mensen jullie niet meer serieus nemen na die beef, snap je? Ik bedoel, omdat ze denken van jezelf, ik ben de kindjes, snap je? I don't care. Nee man, aan het eind van de dag, als je me geen geld geeft, als je me geen geld maakt, dan maak je ja, maar ik ben nog money. Wauw. Nee, maar dit is een voorbeeld voor echt alle jong boels en jonge chicks. Wees op je geld. Ja man. Zij we are niet, your money. Maar het is oké. Okay. Wat mensen denken, dat is echt niet jullie probleem. Nee, echt niet ons probleem. Mm. Wij maken gewoon onze muziek. Ja. Wat er gebeurt, is gebeurd. Kan iedereen overkomen. Ja. But we settled it. Dat we is hebben het gesquashed. We hebben het beef gesquashed. And we good. Kijk, we zijn hier aan het chillen. Alles oké. Okay. Ja. Mm. En we kunnen er open over praten als twee volwassenen. Ja man. Ik ben low-key getriggerd, maar we good. We good. Hebben jullie advies voor zeg maar de chicks van jullie leeftijd? Be a baddie, be on your money, work, grind, fuck them boys. ik probeer een straight face te houden, want ja, oké, okay, dat is uw advies, I gotta respect that. Nee, grapje, nee, serieus, gewoon ja. Ja, I don't know, ik weet niet. Work hard, be up your money, focus op je toekomst, be confident. Waarom zou je geen confidence hebben? Dat is echt dom. En als je echt geen confidence hebt, doe er iets aan om meer confidence te krijgen. Doe er iets aan. Maak niet speciaal van verander je gezicht of zo. Nee. Confidence komt echt van binnen. Ja, man. Je bent echt zo mooi als je denkt. Ja, dat je bent. Ja. For real. Oké. Okay. Ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Je bent zo mooi als dat je zelf vindt. Ja, man. Hey, wauw. Goeie. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Advies voor de boys. Stuur ons niet tegelijk, like, no, that shit ain't gonna happen, yeah. No. Ja, de boys van 2020. Maar jullie chicks ook, hè. Ik weet niet, man. Wat vind jullie eigenlijk van de evolutie van de jeugd? Ik vind het echt, ik ben echt iemand, erg. Ik kom echt uit fucked up situaties, maar ik ga niet liegen, ik vind onze generatie wel zo fucked up, want wij geven zoveel om materiële dingen, zo Gucci, Fendi, Prada, heb ik die iPhone, heb ik dit, heb ik dat. En ik zweer, je merkt echt dat mensen hun mentaliteit op foute plaatsen zit, maar echt, die zijn op cloud pakken, aandacht, op likes, nee, maar je lacht, maar dat is ook zo. Mensen zijn veel te serieus, die zetten hunzelf in gênante situaties, puur voor volgers of voor cloud of whatever. Sorry, ze kijkt me echt shady aan. Sorry. Nee, maar mijn essentie blijft. Mm. Kom op, denk aan belangrijke dingen. Waar heb je iets aan over 30 jaar? Want met jouw fucking Insta ga je... Mensen vergeten soms waarde wat echt, wat echt belangrijk is. Pas op, hè, want als je ziet, soms met cloud kan je ineens dichtgaan en kan je jezelf ook goed zetten. Ja, dat is ook waar. Als het op business is, sowieso. Waar is de grens eigenlijk voor jullie? Zeg maar, wanneer is het... Versta je wat ik bedoel? Zo, waar is de grens van, oké, nu kan je... Oké, dit kan je doen voor cloud, dit mag. Ik denk echt met andere mensen hun gevoelens spelen. Ook zo, girls of boys die zo echt zo met iemand zijn. Puur om die te exposen daarna. Nee, ik bedoel van, ook sowieso. Maar stel je voor, je hebt zo'n relatie met iemand omdat die enkel veel geld heeft of veel volgers. Zo, ik vind dat vind ik echt zo'n nasty. Ik vind echt zo'n f***ing turn-off. Als je cloud wil pakken, pak het op je eigen. Of doe je eigen ding. Ik weet niet, maar niet zo... Ik vind bloed gaan zuigen. Ja. Anders. Don't be a gold digger. Don't
don't be gold digger. Ja, wees op je eigen, wees op je eigen, money. Ja, dat is wel echt belangrijk. Ik vind dat ook aantrekkelijk aan een vrouw, als die, ook als een man bijvoorbeeld, hè, dat je echt bezig bent met jezelf. Kijk, kijk, kijk. Je ziet niet om die gay shit wil. Als voor een vrouw, als ze op haar eigen ding is, maar ook een man, ik denk dat hij meer, daar staat meer respect uit. Snap je? Als je aan je eigen werkt, snap je wat ik bedoel? Dus dat is wel belangrijk. Een vraag die ik niet had opgeschreven, maar nu dat we daar toch over bezig zijn, over cloud en zo. Wat vinden jullie van OnlyFans? Ik heb er niet echt te veel research op gedaan. Maar het concept, zeg maar. Ik vind dat, kijk, als je denk ik zo dingen post wat zo, niet zo whole pictures, als ik dat mag zeggen, dan is dat nog oké als je me, ik weet niet, het is echt een beetje fucked up, hè. Ik ben zo aan het doe je ding. Ik persoonlijk zou het niet doen. Vind je beter achter de ramen gaan? Nee. Wat vind jij toch? Ik vind persoonlijk, ik wil geen geld maken met mijn lichaam. Maar dat is mijn keuze en ik respecteer de keuze die iedereen maakt. I don't give a fuck. Ik heb er wel respect voor als mensen, dus je plaatst zeg maar ho shit, maar ho shit niet speciaal met negatieve betekenis erachter of zo. Maar nee, maar ik noem ho shit, ik vind ho zijn, nee. I don't give a fuck what you do, I really don't. We moeten haar opinie respecteren. Nee man, echt oprecht, ik vind, als je money maakt, maak jouw money. Ja, maar kijk, jij staat op. Oké, wacht. Kijk, iemand die een ho is, laten we even terug naar het concept ho gaan. Ja. Is iemand die achter de ramen haar maar dat is als voor money. Exact. Maar dat is een ho zijn. Maar ik zeg okay. Casual. Maar uiteindelijk, het concept als je OnlyFans doet, je staat niet achter de raam. Maar het is hetzelfde concept. Ja, exact. Want sommige mensen posten, denk ik, volgens mij is de bedoeling echt dat je daar naakt foto. Dan ben je toch een ho? Dat is toch dat je bent, of je bent een pornoactrice dan, of je bent... Ja, maar niet iedereen plaatst trouwens porno. Ja, sommige plaatsen ook gewoon sexy foto's en zo. Maar ik vind maar ik vind van alles posten. Ja, je kan het zeg maar zo. Je kiezen wat je erop doet. Als je gewoon, zoals Instagram, misschien gewoon foto's plaatst. Zo iets spicier of zo. Iets spicier als op Insta. Het is een beetje dubbel, hè. Beetje ik vind het ook dubbel. Zolang je op je eigen geld bent, I really don't give a fuck. Mm. Maar pas gewoon op, want dat moet niet zo de standaard worden van... Niet eens dat erg is of zo, maar ik vind ook niet dat dat een voorbeeld moet zijn, speciaal voor jonge mensen. Allee, dat moet niet je doel in het leven zijn van, joepie, ik heb een succesvolle OnlyFans. That's dope. Je verkoopt je lichaam, maar ja, dat moet je niet vergeten. Je verkoopt nog altijd je hebt, er is een lichaam. Er is een limiet, een plafond. Hè. Op een bepaald moment ben je niet meer zo aantrekkelijk. Wat ga je dan doen? Daarom. Ja. Wat ga je doen? I don't support it. Ik support het, maar niets voor mij. Ja, zo. Zijn er doelstellingen zeg maar voor het komende jaar? Iets dat jullie zouden willen graag zouden willen bereiken voor het komende jaar? Ja, je hebt grote plannen. Sowieso, maar ik weet niet, ik ben zo redelijk private met mijn doelen. Dus dat ik ze echt behaal. Ik vind dat wel belangrijk om die doelen privé te houden. Respecteer. Nee, bij mij, ik heb echt veel doelen. Uh-huh. En ik ben ook echt hard aan het werken om die doelen te bereiken. Dus ik hoop dat ik in 2021 een beetje succes krijg. Je kan op vlak van muziek dan? Ook, maar ook gewoon, ik wil graag een studio openen. In mijn huis, zodat ik mensen kan opnemen en zo. Dus daar ben ik nu over aan het brainstormen nog. Maar het is wel de bedoeling dat die sowieso in 2021 open kan gaan. Shout-out naar al de artiesten die willen opnemen. Ja, you can come to me. Nee, dus dat. En dan gewoon qua muziek natuurlijk ook. En qua familie zijn er ook gewoon zoveel doelen die ik wil behalen. Ja man, is a lot. Maar dus jij woont op jezelf, ja? Ja, ik woon alleen. Maar hoe komt het eigenlijk op je 18 al alleen woont eigenlijk? Ja, dus geen erg verhaal of zo, maar ik woonde in een instelling eventjes. En daarna... Kregen jullie zo een kot, zeg maar. Ja, kamertraining. Ja, en dan kan je kiezen of je alleen gaat wonen of niet. Maar waarom zou je vrijwillig in een instelling willen blijven? Nee, tuurlijk. Not me. Dus toen, ik dacht gewoon op mijn 17, ik was oké, let's live alone. Peace. Okay. En dat lukt? Dat is catchel. Ik vind dat echt geweldig. Ja? Ja, ik vind het echt wel. Ik denk dat hij ook wel super volwassen maakt als je op je eentje kunt gaan wonen en zo. Ja, maar echt voor real. Ik merk dat keihard dat ik zo, kinderen in mijn klas of zo, die zijn echt met hun hoofd ergens anders wel dan wat ik doe. I mean, ik denk aan, oké, ik moet mijn huur betalen straks nog. Oké, ik moet nog boodschappen gaan doen, ik moet dit, dat. Ja. Maar dat geeft veel verantwoordelijkheid, snap je? Tuurlijk. Het is alleen maar positief. I like it. Zijn er bepaalde artiesten
waar jullie naar, niet per se naar opkijken, maar waarvan jullie zeggen van oké, misschien zou ik met die wel iets willen doen, iets maken, samenwerken of zo in de toekomst of zo. Van zijn, België? Bedoel? Dat kan België zijn, dat kan ook Nederland zijn. Ja, mijn bereik in Nederland is niet zo groot, maar je weet nooit. Bij mij is dat Freddy Konings. Ik vind hem echt hard. Na zijn tape Chocolonio, I don't know, ik loefde die vibe echt. I don't know, hij is echt hard. Ik denk, in Antwerpen vind ik hem misschien de enige echt op niveau of zo. No shade naar de rest. Dope boy, maar hij is van Nederland. So. Ah, maar die grote hart. Ja, toen ga je probleem, ja. Je bent bescheiden, maar te bescheiden precies. Ja, eerlijk. Dat is zij kan niet eens zeggen waar haar lievelingsliedje is van haarzelf. Ja, en nu wil ze ook bijvoorbeeld, Tika zegt hier Dopeboy, zegt, oh, maar ja, dat is een grote artiest. Ja. Nee. Ja, ik vind Dopeboy gewoon hard. Ja? Ja, ja, dus als je op een liedje kunt komen met die man, dan ben je echt wel gelanceerd. Hè? Ja. En ja, wie weet, Freddy Konings, dat je deze video ziet. Shout-out naar hem. Shout-out. Dames, shout-outs. Shout-out naar mijn kleine broertje, Drylabi. Shout-out naar mijn kleine broertje, Treasure. Caesar Smith of zo. Oh ja, shout-out naar Caesar, die onze clips heeft gedaan. Waar kunnen die mensen jullie terugvinden? YouTube, Twitter, IG, Martika, Mamacita Spicy. Ja, Martika Martita. Martita. Overal. En bij mij op Insta Metuka. En e-mail en snap metukaofficial@gmail.com. Maar dat is alleen voor e-mail. Maar ja, waarom zou je hem op mijn e-mail willen sturen? Maar jij zegt, jij haalt die e-mail ineens naar boven. Ja, ik weet ook niet. Like, voor je PayPal account. Why did I do that? Okay. Maar dus jullie zitten ook beide op YouTube, hè? Ja, ook. Dus ja, sowieso ga die dames checken op YouTube, is belangrijk. YouTube is gewoon Martika. Ja, Martika, zoek op Bad Bitch Anthem of Wasting Time. Komt sowieso bij mij terecht. Sowieso. Martika met de C. En Metuka, uw YouTube is ook gewoon Metuka. Ja, gewoon Metuka. Dus ga sowieso abonneren op hun kanaal. Ga die Bad Bitch Anthem sowieso checken, streamen. Zitten jullie ook op die streamingsdiensten, Spotify en zo? Ja, we zitten ook op Spotify. Dus, ja. Ga sowieso die liedjes checken, ga bij BGM sowieso streamen omhoog, moet sowieso omhoog. Ja, moet echt dus omhoog. Nog niet genoeg bekeken naar mijn goesting, dus ja, sowieso blijven kijken, support deze dames. Snap ook of niet? Ja, ik ben terug actief, want ik had je eraf gegooid, maar dat was ik had echt iedereen... Waarom zeg je dat zo? Ik had Kijk, op net, gisteren, we hadden afgesproken voor vandaag, ze zei van, ah ja, maar stuur je nummer ook nog eens? Ik zeg, je hebt mijn nummer al van way back. Ja, maar, nee, maar ik heb een nieuwe gsm. Allee. Maar dat is ook waar. Ik heb ook een nieuwe gsm. Oké. Okay. Je mag ook terug toevoegen. Het is officieel. Ik heb de toestemming om het terug toe te voegen. Support deze dames is echt de toekomst. Hè. Ik heb luister naar je liedjes, jullie gaan zelf begrijpen wat ik bedoel. Mensen, alleen maar love, super bedankt om te blijven kijken. Sowieso like, comment, subscribe, like, comment, deel. You know what to do. En dan zien we elkaar voor de next video. Shut up, Banks! Oh, hey! Was niet ready, ja? Shut up, Banks.